Daan Domen, e-health entrepreneur. Een paar weken geleden nog in Silicon Valley, nu op het digitale zorg-event. Met een primeur, een nieuw digitaal zorgnetwerk. Wat kun je daarover vertellen, Daan Domen? Ja, eigenlijk het belangrijkste van het zorgnetwerk is dat we zeggen, we willen de mensen die verbonden zijn via hun eigen computer, via de iPad en dergelijke, in directe relatie brengen met de thuiszorg, de huisarts, het ziekenhuis, om zo eigenlijk zorg op afstand en begeleiding grootschalig mogelijk te maken. Dus eigenlijk... Ik zie het voor me als een soort digitale zorgketen. Is dat een juist beeld? Ja, en het aardige is, het is natuurlijk een digitale zorgketen. En technologie is daar zeker belangrijk in. Hè. Dat moet veilig zijn en de privacy moet gewaarborgd zijn. Maar nog veel belangrijker is om het zo neer te gaan zetten dat uiteindelijk die professional, die dokter, die verpleegkundige, maar ook die mantelzorger en die patiënt daar op een hele laagdrempelige en eenvoudige manier gebruik van kunnen maken. En is het nou een puur Nederlands initiatief of heb je in Silicon Valley ook interessante partners voor dit initiatief gevonden? Ja, nou ja, het is eigenlijk een combinatie initiatief. Dus we hebben in Amerika een aantal bedrijven kunnen vinden die daar op grote schaal dit soort dingen doen. Maar we verbinden het ook heel nadrukkelijk met ontwikkelingen hier in de regio. Hè. Denk aan Facebook, waar het Radboud mee bezig is. Denk aan het Personal Health Record wat eraan gaat komen. Dus het moet niet het zoveelste op zichzelf staande ding zijn. Het moet eigenlijk een integrale nieuwe manier van werken zijn in de zorg. En het belangrijkste wat we de komende maanden gaan doen is laten zien dat het kan. Wat zeg je nou tegen mensen die zeggen, nou klinkt mooi, maar het is meer iets voor landen als Australië, Canada, waar de patiënt grote afstand heeft tot de zorgverlener? Ja, nou daar zou je het eerst aan denken, hè? Dat je zeg maar reistijd voorkomt en dat het gemak is. Wat ik echter denk dat waar die technologie veel meer voor dient, is vooral om te zorgen dat je van de zorg, wat nu toch vaak een lopende band is, een maatpak maakt voor een ieder. Oftewel, de ene patiënt regelt het zelf, doet dat thuis of bij de huisarts. En de volgende patiënt heeft juist die extra tijd van die dokter in het ziekenhuis nodig. En dat is volgens mij de belofte die e-health echt in zich heeft. Hoor ik hier nou toch een beetje kritiek op de manier waarop het rijlen en zeilen in Nederlandse ziekenhuizen gaat? Want de opmerking daar is vaak van, een ziekenhuis is geen koekjesfabriek. Maar jij zegt eigenlijk, ja, dat zijn jullie toch wel een beetje. Nou ja, als je kijkt hoe het nu georganiseerd is, dan zie je dat iedereen eigenlijk min of meer dezelfde behandeling krijgt. Hè? Uitzondering even daar gelaten. Maar wat ik denk dat we veel meer naartoe moeten, is dat we gaan kijken welke behandeling past bij iemand. En we moeten ook reëel zijn dat niet iedereen wil zelfmanagement. En daarnaast, als er een acute situatie is, wil ook jij en ik direct de mogelijkheid hebben om de zorg te krijgen die we verdienen. Nou, dat vergt eigenlijk een hele andere manier van denken. En vooral ook bij de zorgverleners, maar ook bij de patiënten, benutten welke nieuwe mogelijkheden we hebben. Dus we gaan eigenlijk naar een soort personal health care. Dat is veel verder dan puur een personal health record. Ja, en niet alleen een personal health care in de zin dat het aanbod gepersonificeerd wordt, maar zelfs een personal health care waarin wij zelf als patiënt ook eigen regie hebben. En dat betekent zowel in de professionele zorg, maar als ik kijk naar de thuiszorg, betekent het ook met mijn mantelzorg, mijn buren, de mensen in de wijk, waar we echt voor elkaar moeten gaan zorgen. Hoe voorkomen we nou dat dit nieuwe initiatief toch weer heel erg in dat privacy-debat verstrikt raakt? Ja, het privacy-debat, maar ik denk ook zeker het debat rondom keurmerken, certificering. Dat is natuurlijk een hele belangrijke die volop bezig is. Wij proberen zelf samen met certificeringsinstituten, hè, denk aan bijvoorbeeld Lloyds die de HKZ-certificering doen, ook omgevingen te creëren waarbij je toch de vrijheid hebt van innovatie, want dat is heel erg nodig, terwijl je toch ook wel je risico's aan het beheersen bent en voldoende kwaliteit biedt. En uiteindelijk moet dat ook leiden tot volledig gecertificeerde systemen, want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Eigenlijk is het een beetje sleutel aan een draaiende motor. Ik geloof dat het publiek kan meekijken via Skipper, hè, naar de vorderingen. Ja, we zien dit ook echt als een traject in co-creatie. Dus we nodigen ook partijen uit om mee te denken, mee te doen. We hebben met Sensieren in de Achterhoek, met het ziekenhuis, het Slingeland, het Radboud, de Zorggroep Zuid-Gelderland, allerlei partners binnen de regio, binnen die Health Valley regio eigenlijk, waar we dit als eerste willen gaan neerzetten met elkaar. Maar nadrukkelijk moet het vervolgens verspreid worden. En Skipper gaat met ons meekijken. Tot slot, wanneer is dit voor jou een succes, dit nieuwe initiatief? Nou, voor mij is het een succes als ik straks zelf, als ik patiënt ben, of mijn kinderen of mijn ouders, als die zorg nodig hebben, dat ze dan niet gewoon aanbellen bij de voordeur van een ziekenhuis of een dokter en in de wachtkamer gaan zitten. Maar als ze zelf kunnen kiezen hoe zij willen dat die zorg geregeld wordt. En daar ook nog eens niet de hoofdprijs qua premie voor hoeven te betalen. Dankjewel.